Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En we have a new week. En ik hou van maandag, nieuwe week, nieuwe start. Gewoon lekker weer een verse start, fris begin. Ik kan er helemaal tegenaan. En ik was vannacht bij Stan en ik kwam thuis. En toen zag ik dat een heel leuk pakketje was bezorgd. Namelijk van Burka. Ik heb super leuke telefoonhoesjes en... voor mijn MacBook en AirPods. Dus ik ga het even jullie laten zien. Dit stukje is dus gesponsord door Burka. En Burka maakt super mooie en hele beschermende hoesjes. Dus ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Burka is een Europees accessoirebedrijf. Ze zijn heel erg bezig om met mensen connecten met fashion. Ze hebben echt super mooie designs. Dus ja, dat is echt... vet leuk om te combineren met je outfits bijvoorbeeld. En aesthetic foto's mee te maken. Dus laten we het gaan unboxen. De verpakking is echt al super pretty. Ze hebben dus een nieuwe collectie, namelijk Elite. En ja, in deze collectie zijn de hoesjes echt super mooi. Als eerst mijn favoriet. Kijk, van binnen zie je ook nog Elite staan. En zo ziet hij eruit. Hij heeft dus een super mooi goud detail. Hier is nog in Burka. En het is gewoon mega stevig. Je voelt het gewoon. De Elite hoesjes geven je echt een soort luxe gevoel door alle mooie gouden details. Dus I love that. En de print is gewoon lekker rustig. Maar wel super leuk. Ik heb hier mijn telefoon. En ik ga hem eromheen doen. In. Zoals je ziet... komt het randje net, steekt het net iets boven je scherm uit. Zelf heb ik ook nog een glasplaatje. Dat vind ik altijd het allerbelangrijkste bij een hoesje. Want als hij dan valt hij dus op het hoesje en niet op je scherm. Dus dan kan hij eigenlijk gewoon niet kapot vallen. Helemaal leuk bij mijn nagels. Oké, het volgende hoesje is ook van een Elite collectie. En deze vind ik echt heel leuk. Deze heeft dus een printje met vlinders. Dus het is helemaal leuk voor de lente. Kan ik een beetje afwisselen. Als ik echt in een kleurenvibe ben, dan kan ik lekker deze omdoen. En als ik gewoon wat rustige outfit heb, dan kan ik dus deze. Cute! Bijpassend bij mijn hoesje heb ik ook een AirPod hoesje. En ik heb dus nog helemaal geen AirPod hoesje. En ja, deze kan je er eigenlijk ook gewoon zo op klikken. En het zit super stevig. Hoe chill. En hoe leuk is het bij elkaar? Goals. Je krijgt dus ook nog dit erbij wat je eraan kan hangen. En dan kan je wellicht aan iets vastmaken als je dat handig vindt. Dus dat is ook heel chill. Je tasje of zo. Niet te vergeten. Een hardshell MacBook case. In ook dezelfde print. Hoe leuk. Deze kan je dus ook zo op je MacBook klikken. Ik heb dus ook nog nooit een MacBook cover gehad. En mijn laptop heeft aardig wat krasjes. Vooral op de onderkant. Dus ja, dit komt echt... helemaal uit in mijn leven. Dit is echt een uitvinding. Hij heeft een mooie matte look. Is dit leuk of is dit leuk? Ik wil dus voor mijn MacBook wel echt een wat rustige cover. Want anders wordt het heel heftig. Geweldig. Zo'n set bij elkaar is nog helemaal wat je wil. Ik voel me nu echt helemaal alsof mijn leven op orde is. Maar dat is het niet. Maar zo lijkt het tenminste. Dan heb ik ook nog een normale Burka case en een TAF. Case. Deze heb ik voor Anna en Nina, want ik was dus dit aan het uitzoeken terwijl ik met hun was. En hun zat echt van, oh my god, I need this. En toen zei ik, meiden, kiezen jullie er ook maar één uit. Echt typisch, deze Anna en deze heeft Nina. Anna de kleur is echt groen en Nina de kleur is echt blauw. Dus ik vond het zo typisch dat ze dit ook weer uitkozen. Deze zijn ook heel erg mooi, heel erg stevig. Ook een extra randje over je telefoon heen. De achterkant staat mooi Burka. Super mooi leuk printje. Fijn aan de hoesjes, dus ook bescherming aan beide knoppen. Dus die zijn ook extra beschermd en kunnen dus ook niet worden beschadigd. Ik ben helemaal verliefd. Burka heeft op het moment echt een geweldige sale. En nog beter met mijn kortingscode. Als je namelijk 2 Burka hoesjes koopt, krijg je er 2 extra gratis. En met mijn kortingscode SAVERVOERD krijg je hier bovenop nog extra 15% korting. Dus klik op de link in de beschrijving. Dan kan je het allemaal nog even doorlezen. Wordt de kortingscode toegevoegd. En ja, dat kan je dus gewoon zo als je 4 hoesjes wil. Maar als je dit met vriendinnen doet, ben je nog goedkoper uit. Dus dat is helemaal leuk. Vergeet zeker niet een megasale te checken, want ja... dit kan je gewoon niet mislopen. Oké, genoeg over de hoesjes. Ik ga nu een fucking leuke video filmen. Namelijk what I ordered versus what I got. En het ziet er nu echt veelbelovend uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe alles gaat staan. De video staat al online als jullie dit zien. Dus make sure to check it out.
Oké, ik heb net een video opgenomen. Sneak peek van te leuke items. I'm in love. Ik hoop het zo klaar. Ik moet nu opschieten. Ik heb nog helemaal niets gegeten. Dus ik heb snel een eitje gemaakt. Die ga ik veel eten. En dan ga ik sporten. Ah, ik ben weer veel te laat. Wat een drama. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vanochtend even gewerkt. Het is nu 11 uur. Ik heb een outfit aan van de shoplog van gisteren. Ik ben zo blij met de items. Niet normaal. Ik ga nu even naar kantoor. Dan ga ik even filmen. Gezellig lunchen, even kletsen. Helemaal leuk. En... oh, de batterij is bijna op. Ik moet even een nieuw pakken. Ja. Nou, ik ben weer gezellig op kantoor met Meertje. En Sila laat net eieren vallen. Hé, hey, je hebt ook hier nieuwe stoelen. Ja. Nou, het is helemaal nieuw joh. Ga lekker lunchen. Oké, ik zit weer in de auto. Het is gezellig op kantoor. Even gefilmd en ik zat een TikTok filmen. En lekker geluncht, bijgekletst. Dus dat is altijd heel leuk. En ja, nu weer onderweg naar huis. Zometeen lekker sporten. Nog even editen en zo. Dus genoeg te doen. Ik ben dus nog zo'n partij blij met mijn burger dingen. Hoe goals is dit? Ik voel me helemaal shit. Hoe chill. Ik ben trouwens al een tijdje thuis. Ik ben even aan het werk, aan het editen. Oh. En ik heb hier een pakketje. Ik heb dit besteld. Ik heb namelijk een mascara besteld. Van iemand die super mooie. Nou, ze heeft gewoon hele mooie wimpers van zichzelf sowieso. Maar zij gebruikt deze mascara. Toen dacht ik, die moet ik ook. Misschien werkt die bij mij ook. Dan het is een mascara van Chanel. En het is gewoon de volume. Mascara de volume. Hij was in de korting. Hij was nu 23 euro. Dus dat is chill. Ziet er zo uit. We gaan het zien. Ik heb geen idee. Ik vind het allemaal wel prima. We gaan het gewoon lekker proberen. Het is inmiddels avond. En ik ben met Bootje. En wij hebben net vakantie geboekt naar fucking Curaçao. We gaan naar Curaçao. Isabel gaat dus een half jaar naar Curaçao. En wij gaan haar natuurlijk opzoeken. Dus we hebben net... ja, echt zo'n tof vakantie geboekt. Ik ga het even aan jullie laten zien. Papagayo. Bij Jan Tiel. Ja. Helemaal chill, kon niet wachten. We gaan van 24 juli. Nee, wacht, nu zeg ik weer even kaart. 27 juli tot 3 augustus. Dus 9 dagen, maar ja, ik ben 2 dagen al aan het vliegen. Oh, deze had mooie foto's. Kijk jongens. Foto's. Het is echt zo, cool. Zo mooi. En je zit zeg maar gelijk aan het strand. En ja. Het is helemaal echt chill. Het ziet er allemaal lekker schoon en netjes uit. Leuke cocktailbars en zo. Echt geweldig. Oh, kan niet wachten. Echt een leuke weekvlog. Zo, dat wordt niet normaal. Maar dit was alleen niet de prijs. Nee, dat was helaas niet de prijs. Was dat maar zo'n feest. Dat is voor nu. Maar goed, het wordt heel leuk. Isabel lekker bezoeken. Ja, heel leuk. Ja, dus ik kan niet wachten. Echt geweldig. En we gaan ook nog, en we hebben net besloten, een Shein shoplog maken. Ja. En dan gaan we dus allemaal outfitjes voor Curaçao shoppen. En lekker topjes en uitgaan topjes en leuke bikinis. En oh, helemaal leuk. Hey, goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb een lekker outfitje aan. Superleuke drijvend SV broek van Lumina. Ik ga mijn paspoort ophalen. Voor degene die... Oké, er zit een man me echt super raar aan te kijken. Dat ik me zo aan het vloggen ben. Ik zei echt zomaar aan de straat. Oké, het was echt een oude man. Nou, maakt niet uit. En hij zwaaide. Heel cute. Maar ik ga nu naar de gemeentehuis. Want ik ga mijn paspoort ophalen. Vorige week had ik pas een foto gemaakt. Nu ga ik hem ophalen. Doe ik like shit. Ik heb wel lekker gedoucht. En ik ga eindelijk beginnen met afstuderen. Oh my god, het heeft een hele lange tijd geduurd. Maar ik ga eindelijk beginnen en ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik heb net mijn rooster ontvangen. Ik heb echt geen rooster eigenlijk. Je moet echt heel veel zelf gewoon doen. Maar ook wel chill op zich. Kan je gewoon lekker zelf indelen. Dus ja, ik ga even snel schoenen aan doen. Want ik heb nog deze slippers aan. Die leef ik echt op thuis. En dan ga ik eens naar het postkantoor, naar het gemeentehuis. We gooien er even een leuk tasje bij.
om de outfit helemaal compleet te maken. Let's go! Oké, ik heb mijn paspoort. Yay! De foto, ja. We don't talk about that. En ik heb lekker boodschap gehaald. Ik ga een tuna melt tosti maken. Ik heb thuis nog kaas. Jalapeno's bedoel ik. Dus lekker kaas, tonijnsalade. Deze had dus de minste calorieën in. Chill. Philadelphia Light, altijd chill om te hebben. Maiswafels en mijn babybel en cheese strings verslaving. Dit is zo lekker en het heeft allebei heel weinig calorieën. Dus je kan er lekker als tussendoor snackje nemen. En het is zo lekker. Ik ben er verslaafd aan. Oh my god, een bestelling van H&M is binnen. Met allemaal broeken en zo. Want ik heb echt broeken tekort. Dus die heb ik even besteld. En ik... Dat was de postman. Ik hoop dat het past. Oké, dit is de eerste broek. Ik heb altijd een probleem met broeken. Dat ze te groot om mijn middel zijn. Het is zo vervelend. Maar hij is wel gewoon leuk. En mijn kont heb het wel gewoon nodig. Dus wat ik dan gewoon een beetje moet doen is of een riem om. Maar dan wordt het heel lelijk altijd. Of ik moet hem gewoon, dus gewoon even zo wat omlaag trekken. En dan zit hij gewoon wat meer wat losser, wat meer baggy of zo. Maar op zich is het dit ook wel gewoon leuk, weet je niet. Ik vind het eigenlijk ook wel wat gewoon hebben, dat het gewoon echt heel oversized is. Dan zit hij zeg maar gewoon zo om mijn middel. Ja, op zich wel leuk hoor, maar ik denk dat ik hem wel hou. Maat kleiner heb geen zin, dat weet ik nu al, want ja, ik ken mijn lichaam. Dan gaan we ook niet passen. Ik heb dus nu even een chunky sneaker onder gedaan. Dan is het echt wel 20 keer leuker. Dus zo, dit zit wel heel erg zo. Maar ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. Hij zit eigenlijk wel perfect. Leuk voor de zomer. Lekker losse spijkerbroek. Helemaal leuk eigenlijk. Ja. Ik heb echt weinig spijkerbroeken aan. Dus het is wel een keertje leuk. Dan had ik trouwens ook nog deze top besteld. Deze vind ik echt amazing. I know, het is heel heavy, maar ik vind het heel leuk. Gewoon vooral voor de zomer met uitgaan of zo. Of voor een festival. En die broek, ja. Hij is zeg maar super, super low rise. En ik weet niet echt wat ik ervan vind. Ik heb dit normaal echt nooit. Ik vind mezelf net even iets te zwaar, denk ik, voor zo'n broek. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Ik vind het net gewoon niet staan of zo. Het staat mij misschien gewoon niet. Zo gewoon heel, heel laag. Zeg maar, ik kan gewoon scheid hebben en het rokken. Maar I don't know. Ik ben het zo niet gewend dat het zo, zo laag zit. Ik vind het wel gewoon wat hebben, maar... Oh, I don't know, man. Als je wat hebt gegeten, dan valt mijn vet er zeg maar al overheen. Oh my god, dit broekje vind ik echt amazing. Echt super leuk voor van de zomer en voor de festivals. Printje heel leuk. Hij zit echt perfect aangesloten om mijn middel. Oh my god, daar gaat mijn kamer. Oké, deze twee hou ik allebei. Dit vind ik echt fucking leuk. Broekje vind ik echt amazing. Dit is echt zo leuk voor de zomer. I love it. Broek heb ik trouwens allemaal in maat 38. Deze heb ik in maat S, dus... Oh ja, en ik heb dit geweldige jasje nog. Hij is zeg maar net iets minder printje als het broekje. Maar dat maakt het ook wel weer leuk juist. Hoe leuk festival outfitje is dit? Even serieus. Maar ik ga denk het jasje ook gewoon heel veel losdragen hoor. Niet per se met dit broekje. Niet dat het per se met dit broekje moet of zo. Maar hoe leuk jasje. Gewoon, ik vind dat printje zo leuk. I love it. Hoe leuk. Ik weet zeker dat ik een vraag naar ga krijgen. Dus ik zal de linkjes van de items in de beschrijving zetten. Ik denk dat ik wel alles hou. Misschien dat ik die low-rise broek terugstuur. Maar ik wacht denk even op jullie. Kom op jullie feedback. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Oh, mijn haar. Oh mijn god. Morgen ga ik naar Groningen. Ik heb er zoveel zin in. Ik heb zo'n simpele outfit aan. Ik heb gewoon een topje en een... Ook. En ik ben nu lekker lunch aan het maken. Een tuna melt toasty. Ik ben nu bezig op school. Ik ga naar Parijs. Ik ga naar Parijs. In juni. Met Sophie en Bo. Fucking gezellig. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. En ben net vanochtend Airbnb voor gezocht en zo. En helemaal leuk. Dus daar ben ik vanochtend mee bezig geweest. En ik moet nu zo meteen school om 4 uur. Ga ik lekker sporten.
Het is echt super mooi weer, besef. Morgen ben ik ook echt zo lekker weer in Groningen. Ik kan niet wachten. Daar ga ik dus heen met Anne en Nina. Echt te leuk. Ik heb lekker mijn kamer weer opgeruimd en stofgezogen. Oh shit. Ik moet dat ding in mijn bed nog uit de wasmachine halen. Maar ik wilde iets zeggen. Ik weet niet meer wat. Oh my god, wat is dit dom. Het is inmiddels alweer 8:15. Ik heb me even omgekleed, want ik ga lekker een drankje doen met Isabel. Ik heb dit leuke topje aan van Chiquelle. Een broek trouwens ook van Chiquelle. En schoenen van Naked. Helemaal leuk oudje. En ik ben ook mijn spullen aan het inpakken van morgen. Voor Groningen. En mijn nieuwe zoetzoet koffer. Zo blij mee. Dus ja, helemaal gezellig. Zit erop. En ik ga nu lekker rijden. Nou, ik ben met mijn schat lekker aan het... Ja, ik wou zeggen wijnen. Maar, dat hebben we al gedaan. Een wijntje op. En nemen we lekker een cocktailtje. Heerly dip. Heerly. Nou, dan maken we weer een lekker broodje. 11:15 s'avonds. Ja, het kan echt niet. De keuken is al lang dicht. De keuken haalt. Ja. Nou, eet smakelijk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik ben met Anne. En vandaag is het day. Want we gaan naar Groningen. Die day. Ja, weet het, ik was gisteren bij Lieuwtje. Sofie was aan het werk. Ze zegt, oh, ga je naar Groningen. Zo leuk morgen. En het is echt zo'n leuke stad. En zo. Nou, leuk dat je eerst even bijblijft met je vloggers. Voordat je blijft ook bij mij. Hey. En ja, we gaan nu dus eerst sporten. Echt bizar goed van ons. We gaan gewoon eerst sporten. Daarna gaan we naar Groningen. Ik heb een spulletje wel lekker ingepakt. Dus helemaal zin in. Alrighty, ik ben terug van sporten. Ik heb het even gedoucht. Opgemaakt. Omgekleed. Dit is de outfit. Topje van Lumina. Jasje van Monkey. Tasje van Shein. Broek van H&M. Schoenen van Naked. Dus helemaal... Helemaal een leuk outfitje. Waarom is het zo donker? Spullen zijn ook ingepakt. In mijn mooie zoetzoet koffer. Ik ben er zo blij mee. Love it. Hij rijdt ook echt fucking chill. Bye bitch. Ik had het zo een stress van. Ben ik iets vergeten? Dit en dit. Zo, weet je. We gaan echt maar een nachtje weg. Neem je zo'n koffer mee. Ik heb ook een hele kledingkast voor iedereen mee hoor. Dat... Maakt het verder maar even. Oh, kut, mijn tosti zit erin. Oké, ik moet even naar mijn tosti. Hopelijk is mijn tosti nog goed. Ja, yeah, helemaal top. Maar kijk die foto even, die vind ik zo mooi. Hoe werkt dit, Saar? Help mij eens. Ah, de brandweer. Respect, respect. We zijn aangekomen. Niks. Hier kom je binnen. Heb je hier een leuk keukentje. Ik wist dus gewoon helemaal niks, hè. Gewoon een heel appartementje. Het is 4 personen, hè. Woonkamertje.
keukentje, eetje. Nou, hoi. Het is echt fucking mooi interieur inderdaad. Lekker bedje. Hoe leuk. Oh! Ja, nou, ik denk, maar graag. Gast, het is echt mooi. Heel leuk. En we zitten echt super dicht bij de grote markt. Dat zit letterlijk daar, dus helemaal leuk. Nou, de meiden zitten lekker op het terras. Heerlijk in Groningen. Helemaal gezellig, hè? Lekker wijnen. We hadden ook nog hapjes, maar ja, dat is alweer vergeten. Dat is alweer op. Dat is al lang weer op, al een uur geleden. Oh. Ben je bij zo? Wie? Jij? Echt? Denk dat? Oh, dat weet ik niet meer. Nou, ik weet nog niet waar we gaan eten, maar het schijnt heel leuk te zijn. Dat is fantastisch. Wij weten het wel. Maar daar ga je echt leuk vloggen. Want daar ben je, ja. Dat is echt mooi om te... Ah, oh, echt een tweede kind. Jongens, Saar dacht dat het ook een onderkind ging, maar dat was niet zo, hoor. Dat was niet. Dat was niet. Maar de persoon heeft haar gefloten. Ja, hij viel mij ook, zeg maar niet. Nu wel. Oh, yes, dat is vrij. Oh nee, toch niet. Elke bakje apparaat waar ik stond. Vrij, toch niet. Heb je een Instagram? Jongens. Kim. Oudhuis. Mag wel wat liever doen. Kim. Oudhuis. Dit is er. Oh. Nou. Oh, nee, wie gaat het zien? Rijsver, nee, je hoeft niet mij te haten. Denk na. Hey? Rijsver, denk mij, denk na. Hey, ook, ik heb nog een Ik heb nog een andere hater. Jongens, haten we Sarah of niet? Comment below. Luc, Luc van ik niet. Nou. Nou. Kijk dan lekker niet. Hey, zij, wie thanks for the views. Ja. Thanks voor de extra view, zonder dat je het leuk vindt. We zijn dus even comments aan het lezen. Onder onze video. Zo leuk, jongens. En we willen eigenlijk Ingrid Voeks even uitnodigen. Wat lief. Zij mag onze tweede moeder zijn. Ja. Hey, neem jij nog even een slokje. Leuke video. Welke lijkleur? Ze zijn altijd aan het lachen, die schatjes. Kijk dan maar. Lipkleur. Leuk. Jongens. Het gaat echt helemaal top hier. Ik weet niet hoe het zit. Met jullie. Ik ga je lekker het slapen. Cheers. Nee. Ik heb gewoon in mijn auto. God. Helemaal nat. Nou, dit. Oh. Leuk. Nou, jongens, dit restaurant is zo leuk. Check hoe cute. Love it. Lekker cocktailtjes. Oh, heerlijk. Oh, we hebben de eerste gerechtjes. Lekker! Peso en how are you? Hey, daar is het toch. Ik kom van bijna goed. Deze gamba's, ik heb nog nooit zo lekker hoog. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. De meiden zijn weer helemaal ready. Ik heb een leuk broekje aan, mijn nieuwe docs. En ja, dus we hebben vannacht een dronken mail gestuurd of om 1 uur eruit mochten. En dat mocht. En zo was het gewoon met. Dus koffertje is weer gepakt. Ja, mooi. Wat moeten we met die fles mee? Oh, we hebben lekker eten. Heel goed. Dankjewel. Heel goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zeg ik nou weer? Het lijkt me of ik een nieuwe dag heb gestart, want ik heb wel geslapen. Ah, ik heb zoveel keelpijn. Ik heb afscheidsfeestje van Isabel, maar ik ben echt helemaal uit de kloot. Maar ja.
we go. Topje broekje kuil. Nu no back. Ik ben nog niet helemaal levend, maar... Nu filmt hij. En dan doe je hem zo omhoog. Ja? En zo doe je hem omhoog. Ja, jij. Oké. Doe je omhoog en dan... Oké. En dan maar... Als ik mensen voor me wil vloggen, dan kan ik hem gewoon naar beneden. Ja, maar ik ga even wat zeggen, jongens. Wat ga je zeggen? Ik ga niet uit. We gaan toch met z'n allen. En Renzo, die gaat wel uit. Veel plezier. Ja, dankjewel. We zijn hier. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Eerste paasdag. Gezellig. Ik heb een brunch met Stan's familie. Dus ik ben nu Stan aan het ophalen. Die moest nog werken. Dus wij zijn iets later. Ik wilde eigenlijk er zelf al eerder heen gaan. Maar ik was zo fucking moe. En ik kan me verslapen. Dus dacht ik van nou, dan. Ik was echt moe van Groningen, jongen. We hadden echt 5 uur geslapen. Gisteren ging ik ook op tijd naar bed. Nou, op tijd. Maar voor zaterdagavond op tijd naar bed. 1 uur of 2 uur of zo. Ik weet niet hoe laat het was. Voor mij 2 uur. Maar ik had ook echt, ik had 4 rijtjes op zo, dus heel weinig, dus gelukkig. Ja, ik ben nu dus naar Stan. We gaan lekker brunchen. Lekker leuk paaskleurtje aan, oranje. Leuk spijkerbroek. En het is geweldig mooi weer. Ik word er zo blij van, echt. Het is inmiddels alweer de volgende dag. Vroeger gaat het zo moeilijk met paas. Ik bedoel, je bent alleen maar met familie en bezig en... Je vergeet gewoon helemaal die vlog, dus ja, sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven, maar je kanaal te abonneren. Ik ben gewoon uit op buiten aan. Dat gaat oplopen, dat kan echt niet. Maar goed, volg, like, subscribe, comment, you know. En ik zie je snel weer. Doei doei!